BNP Paribas Fortis stelt voor. Deze maand werkte regisseur Kevin Mull aan de klankmontage van zijn film My First Highway. De eerste hoofdrol voor Aaron Roggeman. Het is mijn eerste snelweg. Allee, het is voor alles zijn eerste keer. Het is mijn eigen wereldje. En de mensen die mij interesseren, eigenlijk, die zullen we dan ook zien. De rest zal ook een beetje eigenlijk op de achtergrond zijn. Want een beetje schimmig, eigenlijk. Oh nee, maar ik is wel rappen. Pas op! Je moet voor u kijken, hè. Letterlijk alle scènes wordt het verhaal vanuit zijn perspectief verteld. Dus het was wel grappig op de set om de bekendste namen het minst in beeld te nemen. Het was een beetje de running joke soms op de set dat wij zo wat de figuranten van de film waren. Maar ik ben goed vloes, hè. Ik ben heel schoon vloes. Het is beter eigenlijk. En Cinevox gaat langs op de set van Dode Hoek, een Vlaamse film van de regisseur van Le Baron, Nabil Ben Yadir. Hij is zo eigenlijk zo'n beetje de voorganger van Adil en Bilal. Zo. Ook als ze samen zijn, dan is het zo in een onkel eigenlijk. Zo, precies een beetje. C'était pour moi important de faire en flamand, parce que mon personnage était flamand. Morgen vroeg bied ik mijn ontslag aan bij de politie. En dat doe ik om mij kandidaat te stellen bij de VPV. Jan krijgt de tweede plaats in de kamer. Voilà. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer maintenant dans le cinéma belge. Roskam fait son film un peu en français. Adil et Bilal font son film en français. Moi, je fais mon film en flamand. Je crois que la réponse culturelle viendra des artistes et du cinéma, très certainement. Al veel mensen die zich met cultuur bezighouden, sturen daarop aan. En dat is een tegenbeweging. Het is het omgekeerde van wat politiek aan de hand is natuurlijk. Il y a des films francophones, des films flamands et puis il y a des films belges. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.